Oké, mensen, hart is fresh, alles. En ik had dus een idee. Wat nou als ik nu naar Berkel ga en even toch een beetje beweging heb. En dat ik snoep ga testen. Dus dan ga ik gewoon nu met jullie naar Berkel toe om het te kopen. En dan komt er een aflevering al, zeg maar, uit. Voordat deze vlog online komt. En dan gaan we gewoon snoep testen. Hoe vet is dat? Gewoon, dan ga ik wel de bizarste snoep uitkiezen. En dan ga ik dat gewoon testen hoe dat is. En hoe lekker dat is. En ja, gewoon eten. Dat is super lekker. Dus dat ga ik gewoon uitproberen. Ik ga even deze ophangen. Dat doe ik altijd gewoon zo. Klaar. Maar ja, dus dan ga ik straks even naar Berkel. Mijn telefoon moet nog opgeladen worden. Dus dat moet ik eerst dus even doen. Dus die is nu aan het opladen. Hij is nu 20%. Dus dan moet ik nog even wachten. Dus dan gaan we lekker snoep testen. Dat is super leuk. Maar dat gaat niet deze vlog gebeuren. Maar ik ga het nu een soort van met jullie samen ga ik naar Berkel toe. En dan ga ik snoep uitkiezen. En jullie gaan lekker mee. Dus dat is leuk. Oké, mensen. Ik loop nu in Berkel. En ik ga nu naar de Albert Heijn toe. Ga ik wat snoepjes kopen. Ik heb mijn fiets. Voor de mensen die dat boeien, ik weet niet of ze zei dat boeien, maar dat maakt niet uit. Ik heb mijn fiets zeg maar bij de Primera daar zo neergezet. En nu ga ik dus naar de Appie even wat snoep kopen. En dan ga ik die soort van in een aflevering ga ik die testen. Dus dat is misschien leuk. Ik weet nog niet eens of het concept leuk is, maar we gaan het gewoon uitproberen hoe de views lopen. En dan daarna misschien buitenlandse snoep en zo. Maar we moeten nog even een beetje rustig gaan doen. Niet al te gek gaan doen. En we zien het wel, mensen. Wordt wel super vet, man. Ik zeg eerlijk. Oké, mensen. Ik heb dat. Ik denk dat ik wel genoeg snoep heb. Jezus. Oh, wat erg dit. Ik kan misschien de zak laten zien. Maar ja, ik denk. Ik ben altijd wel iemand die dan wel. Ja, goed wil doen of zo. Ik ga het wel even laten zien. Nou, hopen dat dit genoeg is. En ja. En hopen dat het concept ook leuk is wat ik ga maken. Dus ik leg het nu ergens neer. Hier zo. Hup. En dan ga ik. Ja, ga ik een keer een snoepvideo maken. Dat is super leuk. Dus mensen, dat wordt leuk. En ja, verder ga ik niet heel veel doen. Ik heb dus inkoop gedaan voor die video. En dan ga ik nu een beetje de vlog nog afmaken. En ja, dat is wel leuk. We gaan vanavond naar Shabu Shabu. Sushizaak. Super lekker. En ik neem jullie sowieso mee. Omdat ik toch even wil laten zien wat ik eet. En dat is super leuk. Trouwens, ik kon niet in de Albert Heijn filmen. Omdat de mensen in de Albert Heijn gingen moeilijk doen. Over dat ik filmde. Dus toen dacht ik van oké, laat dan maar. Dan is het niet. Dan is het ja, dan doe ik het liever niet. Weet je, als je er moeilijk over doet. Begrijp ik ook wel een beetje hoor. Niet daarvan, maar nog steeds. Dus ja. Yo mensen, ik ga nu naar Shabu Shabu straks. Mijn broer is nu iemand ophalen. En dan gaan we daarheen. Ik ga het eten wat ik ga eten, zeg maar, ga ik fotograferen. Dus kijk even naar dat eten. Super lekker natuurlijk. Yo mensen, en het is de volgende dag, zeker weten. Het was zeg maar zo dat, ken je dat gevoel? Dat als je gegeten hebt en daarna ben je gewoon moe. Je bent super moe en je wilt eigenlijk gewoon naar bed. Dat had ik dus gisteren. En hoe heet dat? Jullie hebben een paar foto's voorbij zien gaan. En het was super lekker. Ik heb echt gewoon genoten. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. En het was heel lekker. En het was ook heel gezellig. Het was samen met mijn broer. En een goede vriend van mijn broer. Dat is wel super leuk was dat. En dat mensen nu gewoon naar school gaan. Terwijl ik vroeger ook altijd naar school ging. Tartos, doet je denken naar naar het kosten van die assie bel ik nu meteen. Ik mag niet slippen in je lijf, nee. Trouwens, voordat ik ga beginnen moet ik eerst een goede pan hebben. Waar ik dus de knakworstjes in kan doen. Die zet ik dan op het vuur. Precies, anders kan je niet koken. Dan kan je het ook geen koken noemen. Maar ja, dus als jullie deze stappen nadoen en dat opeten. En dan hebben jullie echt een perfect iets. Wow, ik werd er net gebeld door een vreemde. Maar oké, ik ga dus hier, ga ik zeg maar in de pan. Ga ik dus een soort van water in doen. Dus dat ga ik nu doen. Jeetje, wat dom. Serieus. Sorry. Geen water erin, jongens. Want dat moet je niet doen. Want dat zit hier al in. Dat achtige water. Dus we gaan het gewoon hierin doen. We gaan gewoon het gasfornuis aanzetten. Even kijken. Dan moet ik even kijken welke gaspitcher het is. Het is deze. Hup. Zetten we hem gewoon rustig aan. Dan ga ik de knakworstjes ga ik in de pan doen. Yo, fucka. Ja, allemaal mensen die allemaal zwaaien en shit. Maar weet je dat, ga ik de knakworstjes erin doen. Dat zijn er fucking veel.
Dat zijn er echt fucked up veel, jongens. Oh shit, ik laat het gewoon morsen, zeg maar. Maar hoe heet dat? Dan ga ik de knapwasjes erin doen. 1, 2, 3. Het zijn actieve veel mensen. Niet normaal. Nou ja, we zien wel hoeveel we erop eten. Jezus, man. Maar we gaan het gewoon lekker maken. Komt goed, mensen. Zij gaan nu even lekker, hoe noem je dat, koken. Moet ik even een vorkje pakken om alles een soort van een beetje in het water te doen. Want ja, dat is wel handig. Lekker, man. En bij dit hotdogbroodje is het belangrijkste het beleg. Dus hoe je het klaarmaakt. Dus wat ik pak even een bordje. En dan ga ik even de broodjes snijden en zo. En dan zien jullie hoe ik het heb gedaan. Zo, dat werk is chill, jongen. Ik zie daar soms mensen voorbij rijden met zo'n car. En die zijn gewoon kinderen naar huis aan het brengen. Hoe fucking chill is dat? Misschien ga ik dat ook wel doen voor werk. Fucking leuk, man. Maar hoe heet dat? Ik ga dus de broodjes even netjes opensnijden. En oké, mensen. Nu heb ik de broodjes op het bordje zitten. En dan ga ik dit doen. Jullie zouden denken, waarom dat? Goed kijken, want het gaat ook om de versiering, zeg maar, hoe het eruit ziet. Kijk, je doet zeg maar dit zo, doe je open. En dan zou je denken, waarom doe je dat? Dan kan je daar de knakworstjes straks inleggen. Dus bij deze doe je hetzelfde, kijk. Hup. En dan kan je dat zo doen. En dan gaan we even kijken hoe het met de knakworstjes gaat. We zijn nu bij de knakworstjes aangekomen. En het is lekker bezig. Alleen ik vind dat het allemaal een beetje te langzaam gaat. Dus dan ga ik het vuur iets hoger zetten. Want het moet een soort van koken. Het moet pruttelen, vind ik. Dus als dat zo niet is, ik vind dat heel erg lekker en dat is leuk. En die gebakken uitjes horen allemaal bij die hotdogs. Je zou denken van waarom gebakken uitjes? Jullie gaan het straks allemaal zien. Het wordt helemaal lekker gemaakt. En ik dacht, ik heb al een mosterd, dus ik dacht die ga ik niet halen. Ik ben er net naar de winkel geweest om dus een paar spullen te halen voor de video. En we gaan even kijken of ik hier nog mosterd heb staan. Zo te zien staat hier helemaal geen mosterd, mensen, maar we gaan kijken of het in de koelkast te zien is. Die even dicht. Even kijken. Hier moet het dan staan, jongens. Ja. Moeilijk. Hier. Hier kan het ook altijd staan. Maar ik geloof dat ik de mosterd vergeten ben. Nou ja, het is niet heel erg om de mosterd niet te gebruiken. Maar het heeft gewoon een pit, zeg maar. Maar ja, dus als jij meer pit in jouw broodje wil, moet je dat vooral doen. Ik zie dat ze al lekker aan het sissen zijn. En dat is een goed teken, want dan worden ze warm. En nu is het wachten op de knakworstjes. En dan ga ik het samen met jullie, ga ik de knakworstbroodjes maken. Dus dat is hartstikke leuk. Doe dit gewoon vooral thuis na. Heel veel mensen zeggen ook van, hey, doe dit niet thuis na. Bij van die dingen, weet je wel, van die erge dingen. Maar dit, doe dit lekker thuis na. Eet het lekker op. En zeg dat het, hoe heet dat, dat het van mij is. En dan, dat is super leuk. Hij blijft, even goed filmen dat hij bubbelt. Kijk dit. Man, oh man, oh man. Wat lekker. Hij is al goed zelfs. Ik prik erin. En hoe je dit kan zien dat hij goed is. Dat zeg maar als je dit en dan ervan afglijdt, dan is die al goed. Dus we gaan hem uitzetten. Dat doe je zo. En dan gaan we het broodje maken. Oké, mensen, ik heb even een stoel erbij gepakt. Hier zo, dat zie je niet. Maar wat je dus eerst gaat doen, is de mayonaise eerst. En het lekkerste is als je de Zaanse mayonaise gebruikt. En waarom dat zo is, dat is gewoon, ik vind dat het lekkerste mayonaise ooit. Dus dan gaan we die, een soort van erop doen. Zoals jullie zien, ben ik een lekkere dikke laag hier zeg maar op aan het doen. Hieronder zeg maar. En dat is gewoon voor de, hoe heet dat? Voor de lekkerheid gewoon zeg maar. Dus deze ook. Goed kijken hoe ik dat doe. Gewoon, doe maar lekker gewoon lekker dik. Niet al te dik, want ja, dat is niet goed. En dan ga ik nu even de knakworstjes erbij pakken. Oké, hier zijn de knakworstjes. Ik zet even de knakworstjes, zoals jullie zien, zet ik even daar neer. Maar dan weten jullie dat die daar ligt. Ja, voor de zekerheid, je weet maar nooit. Doekje weg. En dan pak je een vork. En dan pak je gewoon een knakworst. En dan moet je proberen om die knakworst niet te breken. En dan ga je hem hier zo in doen. Kijk, mijn is gebroken. Godgloeiende. Nou ja, maakt niet uit. Sorry voor het schelden, dat mag eigenlijk niet. En de volgende gaat er ook op.
Dus je doet er lekker twee. Dat is omdat, ja, omdat dat gewoon lekker is. En ik heb te veel knakworsten en jullie hebben dan ook te veel knakworsten. Hij breekt heel snel. Dat betekent, dat is een goed teken hoor, dat als hij heel snel breekt. Want dat betekent dat hij goed gekookt is. Maar, hoe heet dat? Ik wil wel een beetje een mooie presentatie hebben, dus... Ik moet die gebroken, moet ik een soort van nu niet laten zien. Trouwens, Bas komt ook zo. En die krijgt ook lekker een lekker knakworstje, broodje, hotdog, zeg maar. Maar deze ga ik lekker zelf opeten. Dus, wat je dan doet, je zou denken, Arthur, je hebt toch al mayo eronder gedaan? Nou, dat is het hele ding juist. Het is juist lekker als je op de bodem mayo hebt en op de top. Wat je dus gaat doen, is eerst mayo hierop doen. Zo. En dat mag ook lekker dik. Jongens, het is feest vandaag. Even kijken. En dan doe je er deze erop. Ketchup. Maar die doe je anders, hè. Die doe je zeg maar zo. Een soort van draperen. Want dan zie je, het ziet er een soort van mooi uit. Maak er gewoon een mooi feestje van. Dus daar gaat hij weer, mensen. Draperen over je broodje. Kijk eens. Man. Lekker. En zou je denken, is het al klaar? Ik wil wel even al laten zien hoe het er nu uitziet. Wacht even. Kijk mensen, nu ziet het er zo uit. Super lekker, maar dan zou je denken, ben je dan al klaar? Nee mensen, nog één ding. Gebakken uitjes. En de gebakken uitjes zorgen voor meer crunchachtig. En dus het lekkerste. Zo. Alsof ik allergisch ben voor gebakken uitjes mensen. Dat is niet zo hoor, maar... Dat was even zo. Maar weet dat? Gebakken uitjes. Doe het zeg maar een beetje. Moet ik weer niezen. De zon schijnt, dus dan weet je het al. Nou, alles kan natuurlijk op de grond vallen. Maar dat is zeg maar gewoon goed. Dat moet je maar gewoon doen, weet je. Het is gewoon super lekker om dan een soort van. Ja. Laat het gewoon lekker slingeren en ruim het dan daarna weer op. Maar het is natuurlijk hartstikke lekker als je gewoon zo een beetje drapeert. En dan denk je van hé, het bord. Dan doe je dat gewoon een beetje zo eromheen. Ja, weet je, je moet het mooi maken, mensen. Je moet het een beetje voor diegene mooi maken. Zo. En dan, jongens, is het broodje klaar. Ik maak even nog een paar shots van het broodje, want dat is super leuk. En ik zweer, dit is lekker, mensen. Oh, ik heb zin om te eten. Oké, mensen, nu ga ik het broodje proeven en ga ik een cijfer geven en dan daarna, ja, moet jullie het gewoon, mogen jullie het gewoon, zeg maar, lekker zelf maken. Dus mensen, ik ga de eerste hap nemen, moet je kijken hoe dat eruit ziet. Echt super lekker ziet het eruit. Yo man, en het ruikt zo lekker, ik zweer je, je moet het echt gaan maken, mag gaan maken. Echt perfect mensen. Dit is gewoon wat je moet gaan verkopen. Ik zeg eerlijk, dit is echt perfect gewoon. Gewoon met dat zachte broodje erbij. Maar lekker. Wat mayo. Man, ik zit te smikkelen. Serieus, als ik dit niet lekker zou vinden, had ik dat gezegd. Ja, echt super lekker. Dit is echt lekker mensen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik voor jullie gekookt heb. De vlog gaat nog heel eventjes verder. Ja. En dan heb je het broodje, heb je... Oh, ik moet zeggen dat ik wel gebroken ben. En ja, het zijn allemaal gebroken knakworstjes. Niet allemaal gelukkig, maar wel een paar. En ja, weet je, moet je het opruimen. Maar ik ben blij. Want die wil natuurlijk ook een knakworst. Die vroeg dat toen ik boodschappen deed. Toen zei ik van ja joh. Ja, dat...
dat vind ik hartstikke leuk. Want ik vind koken echt leuk om te doen, mensen. Het is gewoon... Misschien moet ik dit gewoon vaker doen. Gewoon ook een kookvideootje ertussendoor. Jullie ook denken, hé, dit is leuk. Dit is leuk om te zien. Wow. Wat is het mooi weer, mensen. Jezus, man. Ziek. Dat ding was net uit. Ah ja toch, hoe lang duurt dat? Ja, kom maar, maar we wachten eerst een broodje eten toch? Ik maak me vast klaar voor jou, ja. Alsjeblieft, man. Sowieso. Sowieso, iedereen. Tot zo, man. Later. Kijk, mensen denken dat ik asociaal ben en dat ik weet wat ik ben en een sukkel of een lulletje of zoiets. Maar jongens, luister eens. Ik ben gewoon hartstikke aardig tegen mijn vrienden. Ik doe alles voor mijn vrienden, echt waar. Ik ga nu ook een broodje knakworst voor Bas maken. En dan vind ik het jammer dat mensen die mij dus niet in het echt hebben gezien of in het echt kennen, dat ze al zo over mij praten, weet je wel. Dat ze zo flauw en rot over mij praten. En dan denk ik echt van, doe eens normaal. Normaal, man. Ik ben ook gewoon een mens en ik doe ook gewoon aardige dingen. Dus ik ga nu even een lekker broodje maken voor Bas. En dan gaat hij lekker eten. En dan daarna gaan we naar Berkel. Dus dat wordt super leuk. Trouwens mensen, even voor de duidelijkheid. Dit was de vlog. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Wow, het is een beetje, ja... donker. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal alsjeblieft. En ja, doe gewoon lekker ja, gewoon het broodje knakworst mee maken. Want het is hartstikke leuk. En ik ga even koken voor Bas. En ik zie jullie weer later. Trouwens, mijn video die komt om de week. Dus dan is het niet deze week die eraan komt, maar de volgende week. Dat is omdat ik mijn kijkers de tijd geef om mijn video te kijken. Dus ik zie jullie weer later.